Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van maandag 1 oktober 2018. Vandaag trokken er flink wat buien over ons land. Boven de Noordzee zien we ze allemaal liggen. Al die witte dotjes, allemaal buitjes. Die buitjes nemen de loop van de middag wel af. En dat komt met name omdat de lucht op grotere hoogte warmer wordt. En daardoor wordt de atmosfeer minder onstabiel. De meeste van de buien die zaten vanmiddag langs een lijn. En die ligt inmiddels al buiten Nederland. En die lijn, in de meteorologie een trog genoemd, is een soort van zone van lage druk, waarin meer, meerdere buien ontstaan langs een lijn. En die buien die gingen lokaal gepaard met windstoten en ook vrij felle regenbuien. In het model, de verwachting, zien we dat het weer ietsjes beter wordt vanavond. Het wordt vaker droog, het gaat opklaren. En in die opklaringen koelt het flink af. Maar een nieuwe storing trekt morgen alweer over ons land. Dat gaat veel bewolking en enige tijd regen opleveren. Dan wordt het woensdag weer vaker droog. Start in het zuiden mogelijk met wat regen. Maar overdag ziet het er allemaal niet onaardig uit. Vanavond dan is het met name land in wisselend bewolkt. In de opklaringen kan het nog flink afkoelen. Op de meeste plaatsen zo'n 8 tot 10 graden. In het uiterste oosten kan de temperatuur misschien dalen tot 5 graden, misschien zelfs iets lager als het meezit. De wind blijft wel stevig doorstaan, meestal vrij krachtig tot krachtig aan zee. Boven land is de wind matig. Vannacht is het dan weer bewolkt. In het oosten en zuidoosten komen er nog wel wat opklaringen voor. Met in het begin van de nacht dus lage temperaturen, 4 of 5 graden. Maar in de loop van de nacht loopt het kweek overal op en starten we morgenochtend op de meeste plaatsen met een graad of 10. Tegen het einde van de nacht gaat het in het westen regenen. En de wind is dan inmiddels naar het westen gedraaid en begint morgen in de loop van de ochtend weer toe te nemen. Dan uiteindelijk aan zee staat er dan een meestal matige tot krachtige westenwind, windkracht 4 tot 6. Boven land is de wind ook meestal matig, windkracht 3 of 4. Daarbij regent het enige tijd, is er bewolkt, maar er zijn ook wel wat droge perioden. De hoogste temperaturen bij het binnenkomen van de warme lucht aan zee, 15 of 16 graden. In het binnenland waar de warme lucht nog niet komt, wordt het een graad of 13. Woensdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. De zon die breekt vaker door. Misschien dat er een enkele bui valt. Ochtends in het zuiden, mogelijk eerst nog wel wat regen. De temperatuur dan nog niet zo hoog, 14 of 15 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf donderdag gaat het kwikflink in de lift, 17 of 18 graden. De meeste plaats al op donderdag. En op vrijdag dan komen we weer in de buurt van de 20 graden, met name landinwaarts. Daarbij is het grotendeels droog, alleen langs de noordkust kan misschien een enkele bui vallen. De verwachting ziet er voor de komende dagen er steeds warmer uit. Zaterdag kan ook nog een warme dag worden veel plaatsen. Dan is de verwachting wel onzeker, omdat tegen die tijd een depressie in de buurt van ons land ligt. Dan zitten we zondag weer eventjes in de koude lucht, maar daarna loopt mogelijk de temperatuur weer op. En gaan we misschien wel met een grote slag om de arm een nazomerse periode tegemoet. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.